grapje, dus let niet op mijn stem die langzaam steeds hezer gaat worden. Heerlijk. Ja, het is misschien ook wel fijn. Maar fijn. Er was deze week in elk geval wat ophef over een kop in de Telegraaf waarin het woord asielplagen werd gebruikt. Dan ga ik hier niet de hele discussie nog een keer zitten voeren in mijn eentje. Maar één argument in de discussie viel me op. Het is een verdediging die je vaker hoort als iemand zegt, iets zegt waar andere mensen boos over worden. Je moet het probleem wel kunnen benoemen. Hoor hier bijvoorbeeld Marianne Zwageman in De Wereld Draait Door. Maar problemen die niet benoemd worden door de media worden niet opgelost. De denkfout die jij nu weer maakt, er is een probleem, maar laten we het maar niet benoemen, dan gaat het probleem misschien. Erover. De manier is in elk geval niet om in de media net te doen alsof het niet zo is. Ja, de stem die we tussendoor hoorden was Dolf Jansen. We proberen altijd dit soort fragmenten te knippen in een stilte, maar die viel maar niet. Maar dit zie je vaker, dat er eerst iets op de voorpagina van de meest gelezen krant van Nederland verschijnt, dan wordt besproken in het meest bekeken tv-programma, en dat dan nog iemand zegt dat het wel lijkt alsof het probleem niet benoemd mag worden. Wie anno 2017 in Nederland nog durft te zeggen dat het probleem moet kunnen benoemd worden, is af. Er is geen enkel probleem dat niet benoemd mag worden. Sterker nog, het grappige is juist dat de problemen waarvan wordt gezegd dat ze niet benoemd mogen worden, elke dag keihard worden benoemd. We zijn al 20 jaar aan het praten over moslims en nog steeds beweren mensen die dat al 20 jaar doen met droge ogen dat ze het probleem niet mogen benoemen. Er zijn mensen die nog steeds zeggen dat je problemen met asielzoekers niet mag benoemen, terwijl de krant er vol mee staat elke dag. Je moet in de archieven zoeken met een Hubble-telescoop om nog een artikel te vinden waarin de woorden asielzoekers en problemen niet allebei worden gebruikt. Ze horen inmiddels bij elkaar. Zo vaak is het benoemd. We gaan ze al bijna door elkaar gebruiken. Ik ben bijna op het punt dat ik de T-Mobile klantenservice bel en per ongeluk zeg, hoi, ik heb een asielzoeker met mijn abonnement. Een probleem bedoel ik, hè? Die haal ik altijd door elkaar. Het probleem is niet dat je niet mag benoemen. Het probleem is dat met benoemen niks wordt opgelost. Je kan tot in de eeuwigheid blijven benoemen. In die zin is het een briljante bezigheid, want je krijgt wel applaus, maar er verandert niks. Waardoor je weer opnieuw kan benoemen en nog een keer applaus krijgt en er weer niks verandert. Problemen benoemen wordt gezien als een van de grote heldendaden in onze moderne maatschappij. Zeggen waar het op staat, recht voor zijn raap, ongecensureerd. Maar ik begrijp A, niet wat er dapper aan is, want er is hier geen censuurpolitie. Het is een vrij land, je mag zeggen wat je wil. Het enige risico wat je loopt is dat niet iedereen het met je eens is en dat hardop zegt. Dat is namelijk wat vaak gebeurt, dat iemand iets benoemt en dat hij dan tegengas krijgt, waarop de benoemer dan weer kan roepen, zie je wel, ik mag het probleem niet benoemen. Wat onzin is, iemand is het gewoon niet met je eens. Je bent goddomme Martin Luther King niet. Je bent geen gemuilkorfde vrijheidsstrijder die met gevaar voor eigen leven onrecht aan de kaak stelt. Je bent meestal gewoon een wit mannetje met geld in een heel vrij land met een mening waar je blijkbaar nog net iets langer over na had moeten denken. En ik begrijp B, want ik zat in een opsomming, ik begrijp B niet wat er zo knap aan is aan benoemen. Weet je wie ook heel goed kan benoemen? Mijn dochtertje van 2. Dan zegt ze, papa, ik heb gepoept. En dat was het. Dan blijft ze staan en me aankijken. Zonder ook maar enige aanstalten te maken om zelf de stront op te ruimen. Dat mag iemand anders weer doen. Maar jongen, wat heeft zij het probleem hier even lekker benoemd, zeg. Eerlijk is eerlijk, we roken het allemaal. En ik probeerde nog te doen alsof het er niet was. Maar hey, iemand moest het hardop zeggen en dat was zij. Chapeau, mijn dochter is dus klaar. Ik hoef haar niks meer te leren. Ze kan benoemen. Zij komt er wel in deze wereld. De dag dat Art van der Steur aantrad als minister, je zou kunnen zeggen dat dat de laatste keer was dat er in Nederland echt een nieuw probleem werd benoemd. En verder is al het gekletst over zogenaamde taboes gewoon een heel slecht smoesje van mensen die hun gelijk niet krijgen. Natuurlijk mag de Telegraaf problemen benoemen, graag zelfs. Maar doe het dan goed. Als je wil benoemen dat criminelen misbruik maken van de asielprocedure, zet dan bijvoorbeeld boven je artikel criminelen misbruiken asielprocedure. Het is maar een ideetje, maar het scheelt volgens mij een heleboel ophef. En dan houden we heel veel tijd over om over het daadwerkelijke probleem te praten. En als we het toch aan het benoemen zijn, Erik Kortom is vandaag 48 geworden en niemand heeft het nog hardop durven zeggen. Dus laat ik het dan maar weer doen, Erik. Van harte, terug naar jou. Ah, en je stem heeft het gehouden. Yes. Was getekend Pieter Derks. Dankjewel, Pieter.